En er wordt wel eens gezegd, wij bestaan uit sterrenstof, maar dat is dus echt waar. Je moet bestaan uit een of ander raar, mysterieus soort deeltje waarvan we nog geen flauw benul hebben wat het is. De aarde is echt niet meer dan een klein stofje in een baan om een heel gemiddeld sterretje ergens in de uithoek van een van de miljarden sterrenstelsels in de kosmos. En de schattingen zijn dat wij in het Melkwegstelsel zo om en nabij de 400 miljard sterren hebben. In het verhaal van het leven op aarde zijn wij er pas sinds een oogwenk. Een telescoop is eigenlijk een tijdmachine en het is fantastisch voor een astronoom, want we kunnen niet alleen het heden van het heelal bestuderen, maar als we maar ver genoeg in de ruimte kijken, dan kunnen we ook de geschiedenis van het heelal leren kennen. Wanneer houdt de zon dan op met schijnen? Gaan we ooit wonen op Mars? Wat is eigenlijk het verschil tussen een ster en een planeet? Wat was er voor de oerknal en bestaat er eigenlijk buitenaards leven? Het zou kunnen dat het antwoord nog gekker is dan wij in onze wildste fantasieën kunnen bevroeden. En als zo'n object van een kilometer groot nou eens met de aarde in botsing komt, wat dan? Ik ben Govert Schilling. Welkom bij de Masterclass waarin ik je meeneem in de wereld van het heelal.